Burgemeester Gertsen, wat maakte Almelo zo bijzonder dat u 4 jaar geleden dacht, daar wil ik solliciteren voor de functie van burgemeester? Het makkelijkste antwoord is, kijk om je heen hè, als je dit allemaal ziet. Maar het echte antwoord is, ik heb wat met Almelo. Ik ben in de omgeving opgegroeid, ik heb hier op school gezeten. Ik had hier familie, ik had hier vrienden, ik heb hier gespeeld in deze stad. En ik had nooit gedacht op de plek waar ik eertijds burgemeester was, in De Bilt in Utrecht, dat ik nog eens een keer weer als burgemeester naar het oosten zou gaan. Maar toen ik hoorde dat hier een vacature kwam, was de keuze gauw gemaakt. Okay. Kunt u zeggen hoe u Almelo aantrof? Trots. Almelo is altijd een trotse stad geweest. Maar ook wel met pijn. Pijn uit het verleden. Politieke pijn, financiële pijn, economische pijn, sociale pijn. En daar werken we met elkaar, ook toen al, maar nog steeds hard aan om met gebruik maken van de trots die we hebben. En het gevoel van eigenwaarde dat in deze stad zit, in de alle lagen van de bevolking, proberen we dat te overwinnen. Sommige mensen zeggen, ach, dat kleine havenkommetje, dat is niets vergelijken met de oude haven. Wat vindt u van die stelling? Ja, kan ik me vanuit de historie wel iets bij voorstellen. Toen hadden we ook een functionele haven waarin boten binnenkwamen die gelost moesten worden door de mensen die daar op de wal zaten te wachten tot ze weer een klus kregen met zo'n boot. Dat had een bepaalde romantiek als we er nu naar kijken. Maar het was ook hard werken en het was ook geen schone haven. We hebben nu een haven die recreatief heel goed gebruikt wordt en die het aanzicht van de stad is natuurlijk. Als u de afgelopen 4 jaar overziet, wat was voor u persoonlijk of in uw ambt een hoogtepunt? Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk. Ik ben hier nu 4 jaar en ik vind eigenlijk, ja, je kunt zeggen het is één groot hoogtepunt, dat is te makkelijk. Waar ik mij elke keer enorm blij van word, waar ik me ook echt over kan verheugen als er dat soort dingen op stapel staan, is de enorme organisatiekracht in de stad. En we hebben het gezien bij de musicals hè, van Katoen tot Nu, met Het Verzet Kraakt, met evenementen. We hebben 160 evenementen per jaar in de stad, als er geen corona heerst. De manier waarop bedrijfsleven, vrijwilligers, mensen in de zorg, mensen in welzijn voor elkaar klaarstaan. Ja, dat vind ik elke keer een hoogtepunt om dat te zien. Dat kan in Almelo. En als ik u naar een dieptepunt vraag of iets wat niet zo goed was? Ja, kijk, er zijn altijd dingen waar je zelf of met elkaar spijt van hebt. Dat je had gewild dat dingen anders waren gelopen misschien. Maar een echt dieptepunt kan ik eigenlijk niet noemen. Ik heb natuurlijk in mijn werk als burgemeester ben je verantwoordelijk voor veiligheid. Dan kom je nog eens wat dieptepunten tegen. Dingen waarvan je denkt, joh, weet je, dat gebeurt in onze stad. Hoe ervaart u de coronacrisis als burgemeester? Eigenlijk als een van de meest lastigste perioden die ik doormaak. En wat verstaat u dan onder lastig? Nou, lastig is, ik heb ongelooflijk veel waardering je zou bijna kunnen zeggen liefde voor al die organisaties die in die stad bezig zijn om voor elkaar te zorgen, om leuke dingen te organiseren, om evenementen aan te bieden aan de bevolking, om sport en spel voor jong en oud op gang te houden. Maar ik ben ook de burgemeester die allerlei noodverordeningen en regels moet handhaven. En ik zie ik zie organisaties worstelen met het feit dat ze heel veel dingen die tot februari vanzelfsprekend waren, in één keer niet meer kunnen organiseren. Allemaal activiteiten die ook nodig zijn om die samenleving die we hebben ook plezierig en leefbaar te maken voor iedereen. Die kunnen dan ineens niet meer en er zit dan een overheid bovenop met allemaal gezondheidsvoorschriften waarvan ik ook weet dat die goed zijn en nuttig zijn. Maar ik zit in een situatie dat ik soms als burgemeester en soms in de veiligheidsregio nee moet zeggen tegen dat soort dingen. Over het volgende gesproken, in uw functie of ambt als burgemeester kunt u natuurlijk niet iedereen te vriend houden. Ook al doet u zo uw best. Hoe gaat u met het gegeven om? In eerste plaats, ik vind dat altijd heel erg lastig, omdat je inderdaad graag iedereen het naar de zin wil maken. Maar ik probeer ook duidelijk te zijn. Als iets niet kan, of als ik zelf ergens het niet mee eens ben. Dan probeer ik ook wel, laat ik zeggen, helder te zijn. Zodat mensen weten wat mijn afweging geweest is, als je iets niet kan. Of de afweging van de gemeente, hè, want soms moet ik ook namens de gemeente dan dingen zeggen of dingen vinden. Zodat mensen ook begrijpen waarom iets niet kan. Dus je probeert wel helder te zijn in je motieven.
Begrijpt u de mening van sommige mensen dat de gemeente daar niet altijd consequent in handelt? Althans, dat vinden zij. Ja, ik vind dat je daar... Ik zou liegen als ik dat niet zou snappen. Want wij doen het als gemeente natuurlijk lang niet altijd goed. Het is een organisatie die gevormd wordt door mensen. Met menselijke tekortkomingen. Die elke dag moet leren. Zoals elke organisatie elke dag moet leren. Ja, dus er gaan in onze communicatie naar de bevolking toe ook wel eens dingen mis. Ja. U bent 4 jaar burgemeester. En op 2/3 van uw ambtelijke termijn. Ja. Kunt u in het kort schetsen wat uw voornemens zijn voor de komende 2 jaar? Nou ja, kijk, ik heb het wel eens vaker gezegd op zo'n vraag. De burgemeester heeft nooit een eigen programma. De gemeenteraad heeft een college benoemd. Dat college ook al min of meer een soort opdracht meegegeven, een kader meegegeven. En het is mijn taak als burgemeester om ervoor te zorgen dat dat programma ook gerealiseerd kan worden. Dat de organisatie dat kan verhapstukken en dat in de stad gaat landen. Dus ik hoop dat ik een rol kan blijven spelen om dat gemeentebestuur te faciliteren. Ja. En voor mezelf, ik geloof erin dat je als burgemeester een verbinding moet hebben met de gemeenschap waar je burgemeester bent. Hè? Dat je er moet zijn. Ik denk ook wel dat ik er regelmatig ben. Ik hoop dat ik volop gelegenheid krijg om mezelf ook te kunnen laten zien. Te kunnen blijven laten zien aan de stad. De eerste termijn zit er over 2 jaar op. De vraag ligt natuurlijk voor de hand. Komt er nog een tweede termijn in Almelo? Ja, zoals ik me nu voel en zoals ik nu de stad beleef en... Is het antwoord onomwonden ja. Ik heb niet het gevoel dat ik het andersom zeg. Als je als burgemeester het gevoel hebt dat je niets meer kunt toevoegen aan hoe de stad bestuurd wordt, aan de dingen die er gebeuren, aan het beeld dat de stad zou moeten hebben naar jouw mening in de regio en in het land. Ja, dan ben je een keertje klaar. En ik heb het gevoel dat ik nog niet zo ver ben. Nee. En ja, die vraag dringt zich zeer binnenkort op, hè, want de burgemeesters worden voor 6 jaar benoemd. En zoals ik er nu tegenaan kijk, blijf ik graag nog een poosje in Almelo. Ja. Wat zijn de zaken die op dit moment uw grootste zorg hebben? Waar ik zorg om heb, zijn eigenlijk 2 dingen. Dat is hoe we als Nederlandse gemeenten in het algemeen, in Almelo zijn we daar extra gevoelig voor. Omdat we uit een heel moeilijke periode komen waarin we eigenlijk helemaal niks hadden. Is hoe wij onze sociale voorzieningen betaalbaar kunnen houden. Er wordt een enorm beroep gedaan uitkeringen, op voorzieningen om mensen weer aan het werk te krijgen, om mensen weer te laten deelnemen in de samenleving. En dat doen we letterlijk en figuurlijk van harte, hè, met het hart. Maar gemeenten in Nederland worden op de een of andere manier jaar in jaar uit bezuinigd op die taak, hè, bekort op die taak. En ik maak me wel eens zorgen over hoe we dat betaalbaar kunnen houden op lokaal niveau. Ja. Dat is echt een hele moeilijke opgave. Op de Prinsjesdag zijn wel wat toezeggingen gedaan vanuit de regering. Ja. Hoe peilt u die toezegging? Ja, we krijgen daar ben ik ook wel kritisch op. Ik heb heel veel waardering voor het kabinet dat nu toch het land door de coronacrisis loodst. Er is enorm veel geld beschikbaar gesteld voor ondernemers en allerlei instellingen om het hoofd boven water te kunnen houden. Het zijn vaak eenmalige bedragen die we krijgen. En met een bedrag dat je 1 keer krijgt, kun je geen uitgaven afdekken die je elk jaar moet doen. Ja. En dat maakt het wel eens dat ik daar wat sceptisch over ben. Zie ik het goed dat ook de gemeente Almelo met een iets wat positieve balans de komende jaren op een houtje moet bijten? Ja, kijk, want dat is te makkelijk misschien, maar zoals ik al zei, we komen van ver. Hè. De gemeente stond op een moment tientallen miljoenen in het rood. Daar zijn we uit. We hebben weer eigen vermogen. We hoeven niet meer zo hard te sparen als dat we eerst moesten. Maar het is wel broos. We kunnen weinig tegenvallers hebben. En toch krijgen we regelmatig tegenvallers in die financiering. Met name van het sociale domein op ons af. Ja. En dat is zorgelijk. Want je voelt, ook als bestuurder, het is mensenwerk. Je voelt ook de verantwoordelijkheid om dingen gaande te houden. En tegelijkertijd denk je, jongens, hoe moeten we het in vredesnaam blijven betalen met elkaar? Ja. Tot slot wil ik u een aantal stellingen voorleggen. Een stad als Almelo zonder openbare bibliotheek. Wat vindt u daarvan? Nou, dat een openbare bibliotheek hoort bij een stad van deze omvang. De vraag is alleen, en die wordt nu tussen het gemeentebestuur en het bestuur van de bibliotheek wordt daarover gesproken. Van welke functies en welke kosten moet je dan maken met elkaar om zo'n bibliotheek te hebben? Maar er kan geen sprake van zijn dat een stad van onze omvang en betekenis geen bibliotheekvoorziening meer heeft. En overigens, een bibliotheek is inmiddels al lang niet meer een verzameling boeken. Het is een mediatheek geworden en het is een plek van ontmoeting en discussie en debat geworden.
Almelo zonder stadsmuseum? Dat is ook een ingewikkelde. Stadsmuseum heeft cultureel en historisch gezien, en u weet misschien van mij, ik heb een hang naar historie. Ik ben een amateurhistoricus, zou ik bijna kunnen zeggen. Ik heb heel veel waardering voor wat daar gebeurt in die oude Latijnse school. Ik kan me niet voorstellen dat er niet een weg te vinden is waarin de bijdrage die gevraagd wordt uit de stad aan die bezuinigingen, dat die niet geleverd zou kunnen worden. En dat dat tegelijkertijd de ondergang van het stadsmuseum betekent. En de derde en laatste stelling, een stad als Almelo zonder Heracles? Het bestaat niet. Heracles zonder Almelo en Almelo zonder Heracles, allebei bestaan niet. Ik wil u hartelijk bedanken voor dit vraaggesprek op de Sampan van Koen ten Hechler. Een duidelijke aanwinst voor de stad Almelo. Absoluut. En ik wens u voor de komende jaren heel veel succes, geluk en gezondheid. Dank u wel.